Ja, dat is even schrikken zo op. Uh... De vrijdagochtend. Het is allemaal een piepshow. Gewoon oh, even een piepshow. Oh, wat voor eentje, jongens. Nou, 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 nou. nou. We, we konden het niet laten liggen. Nee, de bedoeling Speciaal was... Speciaal voor helemaal in het studio gekomen. Speciaal ja. voor deze piepshow. Exact. Oh, jongens, wat is die mals en sappig en smeuig. Oh, 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 oh. Het voornemen was, uh, uh, omdat ik uh, verhinderd was... Uh, en er gebeurde niet zoveel. Unity gaan we het trouwens wel over hebben, die hele zaak. Uh, volgende week. Van, oké, okay, dan laten we het één keertje zitten. Ja, en toen... Werd kwam. er opeens weer gelekt. En Toen dat... ging hij. Toe toe Toen kwam hij. Toen kwam hij. Want dit is natuurlijk een, een. Hoe noem je het? Een uitvloeisel van die hele zaak van Microsoft. Zeker van Blizzard toestand. Ja. Maar het is wel even de kerst op de taart hoor. Het is, het is de absoluut. neus van de Zalm die eventjes hier uh, zo op ons bord valt. Nee, absoluut. Um, het gaat natuurlijk over het grote Xbox slash Microsoft lek. Um, we gaan het een beetje ontleden. Dus we gaan het even. Al, al die fragmenten die, die ertoe doen. En die vooral een, 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 een goed. Ja, een goed inkijkje geven in de keuken van Microsoft in tussen de jaren 2020 en 2022. Daar komen de documenten vandaan. Ja. Hoe dachten zij ten opzichte van PlayStation 5? Wat was hun strategie? Wat wilden ze doen? Waar gingen ze naartoe? En is er misschien ook al gedacht aan als het mislukt, wat ze dan zouden doen? Nou, allemaal stond dat in die documenten um, um, uh, verweld. Nou goed, laten we beginnen bij het begin. Um, de documenten, het ging om. Allerlei stukken die uh, overhandigd moesten worden door Microsoft. Um, omdat uh, ja, de FTC moet een oordeel uh, baseren op basis van documenten. Die heeft documenten opgevraagd. Microsoft heeft die documenten uh, verzameld. En uh, een of ander programma. Vervolgens hebben ze daar een link gegeven. Verstuurd naar de FTC. Want het is ook een beetje de schuldvraag: wie heeft dit nou gelekt? Microsoft zegt: wij hebben een link gegeven. Ik denk wel vrij dom dat ze het zelf niet hebben geredigeerd, maar misschien mag dat niet. En die link is vervolgens op de site van de FTC. Ongeredigeerd ja. openbaar gemaakt. Ja, maar de shit moet ook openbaar zijn. Ik vind, ik vind het wel helemaal goed. Nee, nou ja, dat is het zo. Um, het is nu een beetje gesteggeld. De FTC zegt het is Microsoft's schuld. Microsoft zegt uh, op dit moment nog niks, maar is er wel naar aan het kijken. Want dit is best wel gevoelige informatie. Dit is bedrijfsmatige informatie. Heel interessant voor. PlayStation of Nintendo of concurrenten, um, en er gaan dan weer wat verhalen. Dat zijn dan de meer de conspiracy verhalen dat de FTC best wel ja, die wilde dat die wilde deze deal blokkeren. Dat is ze niet gelukt dat er iemand uit een soort van frustratie gewoon die hele pleurisbende ja. gewoon online heeft gezet. Ja. Inmiddels is het offline uh, en alles wordt geredigeerd, maar het is al te laat als je eenmaal alles, op het internet staat. Alles, alles staat online, Alles staat Allemaal online uh, gaat het nooit meer Um, ik wil beginnen bij. Um, ik vond het een heel interessant mailtje. Dit is uh, 2020. Dit um, is een mail. En dan moet ik, even, moet ik hem even naar voren halen. Uh, het is echt. Het is, het, het is smullige geblazen. Dit is een mail. Van Satya Nadella. Uh, de directeur van. Uh, ja, in principe. Um, dit, dit, dit is vlak na de launch. Van de, van de bekendmaking van de specs en wat de PlayStation 5 allemaal is. Ja. Uh, daar staat uh, eerst, zegt Satya Nadella: van, This is really great to hear, Phil. Uh, neither of us have announced pricing right. Thanks. En um, even kijken, hoor. welke is nou eerder? 6,55. En dit is. Nee, die onderste is eerst. Die onderste is die inderdaad. Phil Spencer. Phil dus Spencer is, is waarschijnlijk thuis. Loopt hij in zijn zijn Hij is helemaal psyched. Hij heeft namelijk uh, de PlayStation-presentatie uh, gezien. Hij heeft er 12 uur over zitten sudderen in zijn hoofd. Hij kan niet slapen. Hij zegt: Fuck, ik ga gewoon. Satya Nanella en Amy Hood, die ga ik gewoon mailen. Dat zijn uh, allebei hoog in de top zittende mensen. Uh, ja. En dan zegt hij: Even as I type this, I know I shouldn't, but I can't help. Myself. Hij zegt: ik, ik kan het gewoon niet. Ik moet het met jullie. De drama. De drama. drama, queen, laat het eens even staan. Het ja, ja, precies. <laughs> We, we've all lived with seven years starting of a generation with a price and performance and messaging disadvantage to the PlayStation 4 with Xbox One. I have to admit this mo morning when I woke up knowing the PlayStation 5 reveal was today that the stress level was higher than normal. Now, after almost 12 hours of soaking in their unview taking apart their specs and looking at the community response i just wanted to say i'm proud of our team we have a better product than sony does not only not just on hardware but equally important on the software platform and services on top of the hardware we have the ingredients of a winning plan. En dan zegt hij hier nog we haven't won anything and I know we have hard discussions about pricing, P&L that is uh, profit, and loss. profit and loss investment, etc. This mail isn't trying to scoop any of that. Those discussions really matter, but we can't take confidence in our product truth here and I do believe any conversation needs to start with believing in that this was a good day for Xbox thanks for indulging me. En dan zegt inderdaad, oh wow, fantastisch, maar je hebt toch nog niet uh, de prijzen. <laughs> de prijzen. Ja, dan wil je je mond overhouden. <laughs> dan moet je feedback houden. Ja. Um, Feitelijk, veel had het gevoel, wij hebben een beter project product als de PlayStation 5. Nou in verkoopaantallen. Maar wacht maar wacht, maar ja? wacht. Want ja? hier, ja? ik vind dit namelijk al heel mooi. Want waarom mailt hij twaalf uur naar de uh, PlayStation 5 reveal ja. mailt hij zijn baas Satya Nadella. Ja. En ik weet even niet wie Amy Hoed is. Maar waarom Volk stuurt me, hij dat mailtje? Ik dacht dat zijn financial CEO was. maar, maar ik weet dat, niet zeker. dat lijkt me logisch. Ja. Dat ze iets met financials doet. En uh, waarom doet hij dat? Die stress levels zijn higher than normal, Want ja. hij voelt het, het vuur aan zijn. Ja scene. zeker, zeker. En wat is er namelijk aan de Hand. Uh, mensen moeten dat begrijpen en dat is ook de context die je moet begrijpen voor deze hele uh, lek en alle informatie die eruit komt. Wat Phil Spencer gedaan heeft. Kijk, het hele Xbox-project is op een gegeven moment op een uh, doodspoor spoor terechtgekomen. Ja, Xbox uh, One, ja. De, de, de Xbox One. Xbox One is in uh, vele opzichten echt een flop geweest. Mm -hmm. uh, het Um, uh, Phil Spencer, uh, uh, weet je, veel studio's zijn gesloten. Nou goed, daar gaan we nu. Phil Spencer uh, nam het roer over, nam het stokje over, en die zei van, oké okay, shit, hoe kan ik dit doen? Die is met Satya Nadella gaan praten en waarschijnlijk ook met die Amy Hood. En die zijn er uitgekomen van, nou, uh, weet je Phil, als je die Xbox-brand uh, um, uh, interessant wil houden voor Microsoft, dan moet je met een ambitieus plan komen en niet mm -hmm. een beetje ambitie. Het moet gewoon de ambitie moeten vanaf stralen. Ja. Nou, dat heeft veel uh, gedaan. Die heeft een plan gemaakt. Die heeft het gepresenteerd. En in dat plan stonden bijvoorbeeld dingen als. kijk. Over de afgelopen vier, vijf jaar zijn er stukje bij beetje onderdelen van het plan gelekt. Dus wat erin stond, is dat ze de ambitie hebben om 2 miljard gamers ja, te bereiken. Ja, ja. Dat soort cijfers. Wat er ook in stond, is dat Game Pass daarvoor gebruikt moet worden. Dus eigenlijk Game Pass moet 2 miljard gamers gaan bereiken. Je kunt je voorstellen dat er. Bij een inkomstenmodel waarbij Game Pass op een gegeven moment 2 miljard uh, uh, maandelijkse subscribers heeft. Daar hoort een bepaalde inkomstenstream uh, bij, een revenue stream bij. die het verantwoordt om bijvoorbeeld 100 miljard uit te gaan geven aan allemaal studios. Uh -huh. Zoals Activision Blizzard en Bethesda enzovoort. Enzovoort. En dat um, uh, dus de hele begroting van het huidige Xbox-project. Uh, uh, leunt op de aannames die in dat businessplan gemaakt zijn. Dat businessplan heeft. Um, uh, Phil Spencer heeft zijn naam, zijn handtekening omgezet, naar Satya Nadella en Amy Hood gestuurd. Die hebben gezegd, oké okay, Phil, dit gaan we doen. Jij bent de man, jij gaat dit waarmaken. Mm -hmm. Vervolgens, dit kan helemaal niet waargemaakt worden. Het is veel te ambitieus. Het slaat yeah. helemaal nergens op. Het is echt die typische Silicon Valley, yeah. grote, grote, grote bullshit. Maar goed, anyways. Nu heb je dus aan de andere kant heb je dus de Playstation 5. Op dat ogenblik, voorafgaand aan de Playstation 5 reveal, was Playstation 4 nog heer en meester. Absoluut. In elk opzicht. Ja. Uh, die Playstation 5 reveal was niet per se Slecht. Hij was ook niet heel goed. Hij was ook niet slecht. Maar um, de reden dat veel zegt: mijn stress levels zijn hoger. Phil heeft op zijn schouders genomen een krankzinnige verantwoordelijkheid. En zo moet je al dit soort mailtjes zien. Daarom mailt hij twaalf uur na de PlayStation 5 reveal, mailt hij zijn baas en zegt hij van. nou En de financieel directeur, luister jongens, weet je, ondanks wat PlayStation aankondigt, we kunnen dit, we gaan dit doen. Ja, dan staat juist daar heel droog van. Je hebt toch nog geen prijs. Ik ben het met je eens dat op dit moment. Ik wel zie en ook vind dat hij daar gelijk in heeft. In die zin van hij is met Xbox heeft hij een plan voor de toekomst. Een, een, een ja, futuristisch plan, weet ik niet. Maar helemaal ingezet op Game Pass, op, op subscriptions model met, met cloud. Uh, op een gegeven moment consoles die verdwijnen. Dat zie je ook in die plannen allemaal die we straks gaan laten zien. Een, een, echt een soort van verandering in de gamesindustrie en de industrie verandert altijd. Het plan van PlayStation was heel erg archaïsch. Het was gewoon weer een console, ja. weer exclusives. En je ziet nu op dit moment bijvoorbeeld dat PlayStation een probleem heeft met die exclusives. Er zijn er niet genoeg, waardoor mensen aan het mopperen zijn. Van ja, waar zijn onze games nou? Dan moeten ze het hebben van third party, die valt dan weer tegen. Dus. Dat ziet hij. Hij was natuurlijk doodsbang dat Sony ook zo'n futuristisch plan had. Weet je, dat hadden ze niet. En dacht hij ja. van: oké, okay, fuck, nou, nou heb ik een ingang. Nu kan ik naar Assad toe. Die zegt: zie je wel? De cloud, al dat soort dingen. We gaan. We, dit, dit is goed, man. We zitten op de, op de juiste track. Ja. En um, maar in, da, ja. da, 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 goed dat je dat zegt. Want het is namelijk inderdaad. Kijk, dat plan ja. is hartstikke goed. Het is conceptueel beter dan alles wat we tot nu toe in de games gezien hebben. Ja. ook al was de PlayStation 4-launch heel erg goed en conceptueel sterk met dat streamen ingebouwd. Het dat was toen nieuw, weet je, dat is ja. iets van wauw, gewoon op je console. Um, maar wat hij nu gedaan heeft, dat plan was oké, okay, maar die, 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 die maalstand zijn niet ja, oké. Okay. 2 nee, miljard gamers ja. is niet realistisch. Nee. En hij moest dat erin zetten, omdat hij anders de funding niet kreeg om deze gigantische overname uh, te bouwen. Ja. Het probleem met uh, uh, Xbox, nou maar goed, laten we daar Nee, laten, absolu we absoluut. Aan, goed. Um, ga ik ga, ik ga wat over. ik ook heel interessant vond, is dit stukje, en dit is ik ben hier wel echt even een half uur in mijn bed mee bezig geweest. Want dit is best wel economische taal. Um, dit is wel interessant. Dit, dit past eigenlijk naadloos bij het vorige. Uh, Tim dat, Stewart, eh, wie is dat? Um, kun, je Tim da kun je dat eens zoeken? Je, uh, Tim Stewart, uh, dat kan ik zeker ja, zoeken. Ja, doe jij dat even. Doen? Kijk, het, het ding is een beetje. En laat maar even ja, het Misschien kan even iemand zien. even de iPad aangeven. Die ligt. Uh, ah, dan gaan wij de iPad even do doen. Um, mag ik het plaatje nog even zien? Ja. Uh, want um, waar het om gaat is dat um, Phil Spencer enthousiast was naar Satya Nandella Ah, oh, fucking jongens, het heeft kans op slagen, want dat is de man samen met Amy, met 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 die Amy, die uiteindelijk zegt: oké, okay, uh, wij gaan jouw geld geven, we gaan investeren in jouw plan. En hier zie je waarom dat dat van belang is, want bijvoorbeeld als je ziet, um, hij geeft hij hij, hij meldt weer en Tim Stuart, ik denk dat hij dus ook uh, in, in de financiële tak zit. Hij zegt, give this a read and please fix any numbers. I, said, I know there are a lot of discussions about Xbox Console Supply right now. Inderdaad, er waren te weinig Xboxen Series X voorhanden. Weet je wel het probleem? We hebben het allemaal gezien bij corona. Uh, de chips tekort, et cetera, et cetera. En I wanted to provide my POV point of vision, denk ik, um, on how we got here, our plan forward and more of a meta. Commentary on our strategy. I want to start by saying: this is not an ask for uh, profit and loss relief. Dus hij zegt van niet. Nee, ik, ik hoef niet extra geld. En ik, ik dek me nog niet in op dit moment. Uh, it's not complaining about any constraints. This is meant to ensure we have a shared perspective. Ik, ik, hij zegt: ik wil dat we op, de, op dezelfde golflengte zitten met elkaar. En hij zegt dus our uh, financial year 21 gaming uh, uh, profit Too and short loss is de chief financial officer. Oké, okay, so, dat is echt uiteindelijk verantwoordelijk voor yeah. alle financiën. En dit vind ik interessant. Has a 1.5 miljard billion, het is maar is miljard. 1.5 miljard hardware subsidy with the 4.99 ...en 2.99 price Dit betekent dus dat Microsoft uh, enorm verlies leidt op elke console. Volgens mij is dat bedrag 239 dollar per console uh, verliezen ze. Eigenlijk, uh, uh, dat, is uh, dat is insane, dus er wordt ontzettend dus, Ja, het wordt gesubsidieerd, als het ware, door Microsoft. Dus hè, als je het even zo ziet, Microsoft, als moederbedrijf, subsidieert eigenlijk uh, de verkoop van consoles. En yeah. um, dat zegt hij namelijk ook hier op een gegeven moment, um, uh, somewhat random anecdote, but we are also selling 20 times the weekly run rate of Xbox One S right now. Gaan we het straks ook even voor hebben. Mm. And will be sold out permanently this month, leaving us with Xbox Series S and uh, Series X as our two consoles in the market. There is a real console demand, but we still see the global console TAM as 200 million unit generation. Dus dat is iets van het uh, maximale te verkopen uni, uh, consoles is ongeveer 200 miljoen. Nou, dat, dat, mm -hmm. dat klopt allemaal wel. Dat, dat is waar we het ook hebben. Het is een soort van grens aan hoe ver je, hoeveel consoles je kunt verkopen. Dat is. Ben je super succesvol? 120, 130, 140, dan ben je echt heel erg goed bezig. Uh, maar meer dan 200 miljoen heeft volgens mij nog nooit iemand gepresteerd. Uh, so we do not anticipate console TMM growing. Uh, hij zegt ook op een gegeven moment van we moeten er ook niet te veel verkopen, want uiteindelijk leiden we dan nog meer verlies. Ja. Omdat het alles wordt gesubsidieerd. Ja. Dit is ook waarom uiteindelijk is dit waarom die shit niet in de winkel ligt. Nou ja, dat zou best wel kunnen. Dat Microsoft op een gegeven moment denkt van ja, weet je, we kunnen nog wel zoveel erin douwen, maar alles is verliesgevend. Maar, wa maar wat is als het doel niet is om overal in elke gamers gamekamer een Xbox uh, Series ja. S of een Xbox Series X te krijgen? Wat is dan het doel van die strategie? Ik wil ze geven anderhalve miljard uit aan het subsidiëren. Van die consoles, ik vind ze nog steeds duur. <laughs> uh, waar gaat het mis? Weet je, nou ja, ik, ik kijk uiteindelijk uh, als je kijkt ook waar ja, we lopen steeds vooruit op, op dingen. Is natuurlijk wel dat Microsoft duidelijk een visie heeft naar een console-loos moment. En volgens mij ligt die dan echt pas dat... 27 of, of zelfs later, maar dat die consoles verdwijnen omdat. Maar op dit moment kunnen ze niet zeggen... oké okay jongens, iedereen de cloud in, weet je wel. We doen geen consoles meer, want dan koopt niemand het. Dus nee, ze dat moeten wel. Van. Dus het is een beetje van... je zou best wel eens gelijk kunnen hebben... dat ze zeggen van... we gaan niet heel veel in de winkels leggen... want straks verkopen we het niet... en we subsidiëren die boel al. Dat is gewoon... dan gaat Satya Nadella op een gegeven moment zeggen... hé hey Tim... Um, nu gaat het te veel geld uit. Weet je, ik, dus... ik, ik vind het interessant. Ik ben namelijk heel erg tegen subsidies. Tegen elke vorm van subsidie. Maar dit is subsidie binnen een bedrijf. Maakt niet uit. Okay. Um, uh, wat Jij namelijk... vindt dat het, gewoon, het is gewoon. van Als het zoveel kost. Dan is dit de prijs. En daar, en daar moet je winst op nou, maken. Wat, wat je, je product. Het product wat je probeert te verkopen aan de consument. Moet ja. uh, een realistische prijs hebben. Want het, het, dat vertegenwoordigt uh, de, de, de waarde. Als je dat gaat lopen subsidiëren. Dan heb je uiteindelijk de incentive om niet uh, uh, te veel consoles te willen verkopen. En het zou kunnen zijn dat zij een inschatting hebben gemaakt... van nou, er zal ongeveer zoveel vraag zijn... de eerste twee jaar naar Xbox-consoles. En dat ze daarna denken... van nou, daarna gaan die prijzen van die hardware... dat gaat naar beneden. Uh, dus wordt het goedkoper om te, om te maken... en hoeven we niet meer te subsidiëren. Het zou kunnen zijn dat ze dat zien... Maar het probleem is, stel dat er een game uitkomt voor de, uh, voor de Xbox, zeg Starfield bijvoorbeeld, die mm -hmm. iedereen wil spelen, en die, die verkoop neemt toe en je moet meer gaan subsidiëren. Dat is wat, wat er in dat mailtje staat. Mm -hmm. Dan heb je dus een probleem. Ja. En dat, daarom zijn die subsidies zo verneukeractief. Want je denkt van ja, maar we verdienen het wel weer terug via Game Pass. Dat is nog maar helemaal de vraag. Nou ja, ja. absolu die Game Cash propositie heeft niks te maken met de aan en verkoop van een, uh, van een Xbox console, alleen heel oppervlakkig. In de praktijk, iedereen die een Xbox heeft en die ziet twee, ma twee drie maanden gewoon geen toffe games langskomen in Game Pass. Die heeft zoiets van. Doei, later. Ik zet mijn abonnement stop. Ja. En terecht. Dus dat, dat, dat verhoudt zich helemaal niet tot Nee, kracht, nou, die nou, ah, Absoluut. Uh, hier uh, is dan ook het stukje uh, tekst in die mail over van uh, ja. Het is ook weer veel. Hè. Je moet het een beetje begrijpen. Dit zijn interne mails. Als ik Boris mail uh, of app, dan, dan ben ik ook aan het filosoferen met hem van, hey, als we dit doen, hoe dat doen, of ik ben heel enthousiast. En dan twee maanden later blijkt het volledig bullshit te zijn of helemaal niet te kloppen of niet door te gaan. Zo moet je het een beetje ziet. Hier is hij ook weer met die Tim. I believe we could selling twice or th uh, three times the number of consoles we are going to sell this quarter if we had the inventory. Dus ze hebben gewoon niet genoeg voorraad. Uh, and if we did, uh, if we, uh, and if we did that our hardware subsidy on the PnL uh, would also grow to twice a third the number we have now. Yeah, dat betekent, je dat want dan zijn ze gewoon uh, richting de 5 miljard aan het subsidiëren voor Xbox consoles. Exact. Wat een, wat een gigantisch bedrag, man. I believe, uh, even kijken wat hier nou staat, dan kan ik even niet goed zeggen. Shoot... We have should have sold 10 million consoles this year and more next year with supply. We could have. Sold. We could have. Ja, yeah, dus, dus Phil denkt dat hij 10 miljoen consoles in het uh, jaar van launch had kunnen verkopen. Dat heeft hij trouwens lang niet gedaan, maar dat, dat heeft dan ook te maken met het gebrek aan, um, aan, aan, aan voorraad. Sony has done 15 millions a year in some years and I believe we could get close with our product lineup, price points and gaming lineup. Nou, hier moest hij later ook op terugkomen, want die games als Halo, ja. al dat soort dingen, die zijn niet gekomen. Maar goed. Wat vind en dan je dan van zegt Santana het eind, trouwens, Voice? But, but I also do not think this is the right thing... for a long-term strategy given our investment. Wat vind je van of Voice? Nou ja, veel wishful thinking. Ik uh, vind het kruiperig. Ja. Ik vind zijn teksten kruiperig. En ja. Het past bij hem op een gegeven moment. En ik denk dat het dodelijk is om dat zo uh, uh, intern te doen. Ik denk... Ja. Ja, ik heb gewoon. Ik, ik vind hem een hele sympathieke gast. Ja. En ik vind zijn ambitie prijzenswaardig. Maar ik vind zijn. Ik, ik denk gewoon niet dat hij de juiste soort guy is op die positie. Ik, misschien is hij te veel gaming-developer-achtige guy. Die het gewoon heel erg van games houdt en van gaming. En ja, dit, dit gaat om geld vragen. Groot geld vragen aan bazen. Dat is toch een heel ander. Heel ander ja. fuck En um, ik vind het sowieso apart dat ze dit in mails doen. Ik bedoel, dit zijn toch wel dingen die je volgens mij gewoon. Nee, met een mean? bak koffie. Nee, nee ja? maar dit is ja? 2020. Iedereen werkt er thuis, weet ik veel. Ja, al, weet je. Dus dat, uh... dat, dat zou kunnen, inderdaad, ja. Um, maar goed, verlieslijn. Overigens, uh, Sony. Schijnt tenminste, ik heb dat niet helemaal 100% kunnen checken. Maar ik las het wel. Uh, dat die min of meer ook hetzelfde erop verliezen. Misschien zelfs wel meer. En uh, dat Nintendo een van de weinige partijen is dat die dat veel minder heeft. Uh, ja, maar ja, goed. Uh, de, de Switch is ook wat dat betreft gewoon. Je ziet het al, je voelt het al een heel ander, ander apparaat dan een Xbox. Of een PlayStation. Maar goed, dit, dit geeft wel een goed inkijk. Gewoon zoveel geld wordt er uh, uh, verloren op elke Xbox. Dus daar moet je het uiteindelijk ja. niet van gaan hebben. Um, nou ja, goed. Dan gaat het een beetje over. Um, dat is altijd de vraag: van ja, wat, wat, wat verdienen ze dan? Weet je wel, gaat het een beetje goed of gaat het een beetje niet goed? Dit zijn natuurlijk hun cijfers. Dus nee, ja. Voor wie moet je anders die cijfers hebben? Van, ja. Precies, dus dit is wat zij dan aangeven. Uh, hier zie je trouwens uh, dan uh, uh, de, 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 de financial year 2022, uh, quarters 1-2-3, uh, en dan hier het, 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 het gehele jaar. Nou, dan zie je total revenue: uh, 13 miljard uh, 9% omhoog. En uh, het, ja, goed, year over year dan 13% uh, accountability. Nee, maar margin. maar in 2022 hebben ze dus 17,7 miljard uh, omgezet. Ja. Dat is, dat, dat is echt wel. Uh, uh, echt wel interessant. En vooral ook die 117 miljoen users. Dat is interessant. Gewoon 5 miljoen users erbij. Ja. Um, nou, deze is het. De, 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 Game Pass subscribers. 35 miljoen van de 117 miljoen. Fuck, dat is. Uh, uh, goed, het is, het is gegroeid met 73 procent. Ja, nou, dit is wel interessant. Omdat we weten dat hebben ze toegegeven dat er 25 miljoen gebruikers waren, maar sinds die 2022 hebben we geen nieuwe data gehad. En laatst was er iemand op zijn LinkedIn, altijd hilarisch, zo'n gast die blijkbaar daarmee te maken had, die heel trots zei van, nou ja, als je mij wil inhuren, ik ben mede verantwoordelijk geweest voor de groei van mm -hmm, Xbox Game Pass naar 35 miljoen. En binnen een dag moest hij het editen weer terug naar 25 miljoen. We weten het niet. Maar goed, hier staat inderdaad dat ze hier dan ergens zitten. Dit is 2022, dus dat zal ongetwijfeld nog wat omhoog zijn gegaan. Dit is belangrijk. Dit is de margin. Heb ik even moeten opzoeken. Maar het eigenlijk kun je dit gewoon. Dit is wat. 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 Wat je overhoudt. Dit is eigenlijk gewoon winst. Die, die, die accountability margin? Ja, het is, niet, het is niet zeg maar de gross, uh, pff, gross margin. In ieder geval zeg maar de omzet. Dit is echt van als alles eraf is gegaan. Wat uh, zegt hij volgens mij ook miljard hier? Winst. Ja, hier. Hier staat hij ook van. Uh, in de testimony van de Xbox Trials. Q on the other side. we have cloning. Uh, GM means gross margin. Gross margin percentages. En AM means accountability margin. Dat is Phil Spencer. Yes. Is that like profit? That's the percent of a revenue... that, keep, that you keep in profit. 2,2 dus, um, miljard. Dat, dat is 2,2 miljard. En even kijken. Nou goed, laat ik dit plaatje er maar even bij houden. Want dit vind ik wel interessant. Je ziet dus dat... Uh, Nintendo... Dit is zeg maar hun omzet. Mm -hmm. Nou, dan zie je dat... Xbox doet het ietsje beter dan Nintendo. Maar hun... hun profit, <laughs> de winst... is verreweg het groot. En... Dit vind ik echt wel opvallend. En dit is denk ik ook het pijnpunt voor Jim Ryan, voor Herman Hulst, voor al die mensen. Van, we maken ontzettend veel uh, 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 omzet, maar onze profit is het laagst van alle drie, en dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met uh, de dure games die ze maken, um, de winst die ze maken per verkochte console, maar ook hun marketing. Ze doen veel meer marketingkosten. Ze houden gewoon minder over. En ik weet, Er zijn een paar dingen hier aan. Ja. Um, hier zie je die marges erbij staan. Uh, Playstation maakt 7% marge. Uh, Xbox doet het beter met 12%. Ja. En 25%. Um, mag we het nog even zien? Ja, 25% is echt goed. 25% van um, ja, dat is wat Nintendo doet. Dat is echt ja. goed. Ik, ik, het is niet helemaal eerlijk om Nintendo de hele tijd te vergelijken met PlayStation en Xbox. Het is echt een andere propositie, een ander product, ja. uh, andere plek in de markt ook. Uh, en dit is dit is overigens wel uh, ook heel moeilijk, omdat Nintendo geeft nauwelijks zelf hun cijfers. Dit is toch vaak een hoop een beetje giswerk, maar goed. Het anyway. ja, maakt niet ja. uit. Nee. Uh, um, uh, het is logisch. Zit Nintendo maakt winst, ze doen uh -huh. het goed. Nintendo heeft het ook jarenlang slecht gedaan. PlayStation heeft het jarenlang beter gedaan dan dit. En Xbox rommelt. Doet het nu, denk ik, beter dan wat het, wat ja. het daarvoor deed. Maar goed, weet je, je, je hebt gelijk. Die, het gaat allemaal om die kosten. We hebben gezien: ze, maken 17, uh, uh, ze zetten 17,7 miljard om in een jaar. Um, ze subsidiëren dus voor anderhalf miljard en ze maken nog steeds 2,2 miljard winst. Ik wil niet veel zeggen, maar 12% marge is. Dat is prima. Dat is ja. echt. Een, dat is oké. Okay. Daar is niks mis mee. Het, het is helemaal niet zo dat ze bij, bij Microsoft zitten te kijken naar PlayStation. En zeggen, maar zij doen het beter. Nee, dat gaat niet om. Ze doen het helemaal niet beter. Want die 12% is waarschijnlijk uh, komt overeen met ja, hoe je die hardware business ziet. En dat is het ja. vervelende met die hardware. Ik weet zeker dat Microsoft veel meer winst maakt met hun clouddiensten bijvoorbeeld. Omdat de, de kosten zich anders verhouden tot de inkomsten. Nee, ja, goed, kijk, je moet het ook binnen die big picture zitten voor. Voor, voor ons, voor jullie, voor de gamesindustrie is 1.5 miljard pure winst. Is fucking veel. En het is ook veel. Maar voor Microsoft misschien op het geheel is het marginaal. Nee, tot niks. Is ja. het weer een, een, een marginaal iets. Um, ik, ik, wat, maar, maar zoals ik het zie, ik vind het verontrustender dat PlayStation heel veel om, omzet heeft, maar hun winst laag is. Hun marge is daar. Moet echt wat gaan veranderen, want dat hou je gewoon op die manier. Heel moeilijk vol. Um, ja. Dit is ook van uh, Microsoft zelf. Van waar staan we dan met bedrijven als het gaat om omzet? Nou, dan zie je inderdaad. Um, zo, zo slecht doen ze het dan gewoon niet. Tencent staat bovenaan. De, ook verre weg bovenaan. Grootmacht. Uh, Sony staat dan ook hoog. Uh, Google uh, staat eronder. Microsoft. Nou, Microsoft nou, staat dan zelfs nog boven. Apple uh, en Nintendo staat daar. Um, NetEase, Activision, Blizzard. Nou, anyway. Ze doen het gewoon wat dat betreft uh, 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 goed. Dat wil niet zeggen dat het goed is voor. Het is grappig dat hier 16 miljard is. Oh, 2021 is dit, ja? Het, 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 het wil goed voor ons voor de buitenwacht, wil niet zeggen dat het goed is voor Microsoft. Dat, dat maar is ik echt, dat dit, dit ja. zegt dus helemaal geen moer. Want je, je moet gewoon kijken wat ik bedoel. Dit is allemaal omzet, maar ja. wat voor winst wordt er gemaakt daadwerkelijk? Kijk, de omzet van Microsoft in totaal. Ik heb even gekeken: 2022 was bijna 200 miljard, ja. weet je. Dus, maar dat wil niet zeggen, dat betekent dat uh, Xbox daar uh, uh, nou iets minder dan 10% onderdeel van. Van is. Mm -hmm. Dat is toch. Hoe je het ook of verkeerd, dat is substantieel. Ja. Weet je? Ik bedoel, ja, het, is niet, het bedrijf is niet afhankelijk van Xbox, maar het is substantieel. Nee, abso absoluut. Um, maar nogmaals, dit, dit is gemaakt voor de FTC. Dat laatste wat ik heb liet zien was ook de bedoel, bedoeld om te laten zien. Nou, jullie zeggen dat wij. Groter zijn dan, uh, dan dan Sony straks, nou, dat is niet zo. Want als je Activision dat had geloof ik 8 miljard, als je dat optelt bij die 16 op 24, dan zijn we nog kleiner dan uh, PlayStation, want die heeft 50. Daarvoor was dit tabletje bedoeld. Deze vond ik ook heel erg interessant. Uh, laat ik er een raadseltje van laat maken: Activision 8 miljard omzet. Ja, 8 dat miljoen, betekent dat 26, 23. Gaan ze die omzet bij de omzet van Xbox uh, ja. tellen? Uh, dat is heel interessant. Nee, nee absoluut. Eventjes, nog even niet het plaatje laten zien. Als we zeg maar uh, het percentage: nee, van alle verkochte Xboxen, dus Series S en X, van alle, hoeveel, welk percentage is Xbox Series S? Ik denk een, 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 een uh, 80 procent. Zit je vrij goed. Um, laten we nu even het plaatje zien. Inderdaad, uh, 574. Uh, procent, um, Dus eigenlijk 75% van alle verkochte Xbox'en is een Series S. Ik vind dat veel. En mensen vragen zich af, ja waarom dan? Omdat er gewoon geen Xbox Series X te koop was. D dat denk ik. En dat veel mensen ook, uh, 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 ja als ik Game Pass heb, heb ik ook helemaal geen disc nodig. Dus dan nee. is, dit, is dit goedkoper. Dus daar zie je ook wel, um, dit is voor Microsoft belangrijk. Dit betekent dus dat zij het gevoel hebben van, oké okay, wij kunnen langzaam af gaan stappen van een disc. Uh, PlayStation wat, van een disc Xbox iets wat PlayStation nu ook heel langzaam aan het doen is. Die komt ja. ook weer met een discloze, maar daar kun je dan weer een disc bij kopen om er weer aan te zetten. Ja, ik, maar je ziet dus die knoop die PlayStation heeft. Van die ja. willen ook die kant op, maar ze durven niet helemaal omdat hun doelgroep, ja, hun, hun type gamer is. Maar het goed. Gaat, het, dat is het hele ding. Kijk, als je de keuze hebt voor een uh, discloze. Uh, uh, console of eentje met ja. een disk. Ik denk bijvoorbeeld dat heel veel mensen die Series S kopen uh, als bijvoorbeeld tweede console of wetende dat ze uh, later misschien Series X kopen. Mm -hmm. um, en dan kan ik me voorstellen: je wil namelijk wel misschien gewoon nog je games kunnen verkopen. Op, ja. uh, en als jij um, Um, ja, weet je, als jij gewoon op je Series X een discversie kapt en voor Game Pass is het natuurlijk alles digitaal en dan ja. doe je dat op je Series S, dat maakt niet uit, maar het kan naast elkaar bestaan. Maar als er geen keus meer is, nee, nee. dan denk ik dat je het platform daarmee ontzettend veel schade toebrengt. Nee, absoluut, absoluut. Um, dat blijkt dus ook. Dat Xbox dat zich realiseert, Phil Spencer realiseert zich. Want uh, wat dan ook weer uit deze gelekte documenten naar voren kwam, is dat er nog zeker uh, een cyclus hardware aan gaat komen. Te beginnen bij, en dat is dan de eerste, uh, dat is uh, deze uh, knaap, de Brooklyn. De Brooklyn, dames en heren, um, dat is een, um, een, een, een ververste versie van uh, de Xbox zoals we hem nu kennen. Uh, hij wordt niet meer vierkant, maar we krijgen gewoon nu een ronde koektrommel. Ja, um, nou goed, allemaal sneller, uh, beter. Er komt ook een nieuwe uh, controller bij met uh, een beetje de adaptive triggers en et cetera, et cetera, die de PlayStation uh, controller nu al heeft. Ja, um, Oké, okay, ja, maar vo voornamelijk ja. hij heeft twee terabyte uh, geheugen aan boord, uh, ja, opslag. Dat vind ik een groot pluspunt. Um, maar voor de rest, man, wat gaat dit nou anders doen, weet je, ja. Ja, nee, ja, goed, dat is een beetje die, die fases die je krijgt. Hè? We krijgen nu ook de PlayStation 5 slim en et cetera, et cetera. Maar, maar daar moet ik zeggen, kijk, de PlayStation 5 is zo lelijk... Ja. Dat, dat weerhoudt mensen ervan om te kopen, dat weet ik zeker. Ja. Dus als ze dat gaan redesignen, goed nieuws. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind dit niet mooier... dan nee. de uh, Xbox Series X zoals die nu bestaat. Nee. Ik vind hem ook niet mooier dan de Xbox Series S. Dus ik heb hier al bij zoiets zo van, ja, uh, ik weet niet, weet je, ik, uh, ja... Geen idee. Nee, ja, ik, ik, ik twijfel hier ook een beetje uh, uh, over. Um, even kijken hoor. ik um, even wachten eventjes. Uh, want er komt natuurlijk ook een Xbox Series S aan, uh, aangepast met volgens mij dan 1 terabyte aan ook, boord. Ook een ronde, rondmelk, uh, ik weet niet of die, of die uh, rond wil. Uh, dan willen ze ook een hybride. Uh, console, een cloud claiming platform gaan opbouwen. Daar, dat wilde Phil Spencer al eerder doen. Dat is toen weer geklapt. Dat was te duur, uh, voor... want ze willen het op een prijspijl van 99 euro uh, zetten. Uh, dit is dus echt voor mensen uh, die alles via de stream, uh, via streaming gaan doen. Via de cloud. Um, 2028. Hè? Het internet is nu er nog niet klaar voor. Ook hier zie je weer. Uh, dit is de strategie. Ik weet dus niet of dit dan weer. Uh, al die hele, ja, weet je zeg maar bij wijze van spreken, Elder Scrolls 6 of de uh, nieuwe Fallout zou kunnen spelen, dat dat te zwaar is, maar um, kijk, vergeet niet, de strategie van Microsoft is ook gericht op de casual gamer. Denk aan King met Candy Crush en dat soort dingen allemaal. Ik, het zou me helemaal niet verbazen hoor, als zo'n zo zo dat zo'n ding een dingetje kan worden voor mensen, ja. gewoon van hey, nou relaxed, weet je wel, klein consultje naast je televisie en je kan gewoon wat van die casual shit spelen. Ja. Ik weet het Ik niet. Weet het niet. Het is natuurlijk een ja. beetje... Uh... Weet je, wat, je ziet dat al, weet je, Apple zit in dat domein en uh, iedereen waar erin. Het is ook een beetje die, uh, hoe heet dat, uh, Google had zo'n ding wat je aan je tv kan hangen in een HDMI-poort en dan kun je ook uh -huh. allemaal dingen streamen. Weet je, die dingen, die, ik wil er is vast een marginale markt voor, het is een niche. Um, maar ik denk gewoon, niemand wordt er echt enthousiast van. Het is gewoon niet een ultieme ervaring. Uh, weet je, game streamen, dat gaat gewoon twee uur hartstikke goed en dan gaat het vijf minuten super kut omdat je internet even niet goed is en dan ben je ook gelijk helemaal klaar ermee. Want ik bedoel, je zal maar net even in een potje warzone zitten en je hint internet lekt. dan ben je gelijk in één keer genezen van die shit. Ja, dus dat um, ja, nee, weet niet. Nou ja, goed, dit geheel zouden zo tot 2028 zouden we het uh, moeten doen met de Xbox Series S en, en X. en, en uh, ja, daarna is weer een nieuwe generatie. Maar mijn gevoel zegt wel. ...dat ze heel goed in de gaten gaan houden... ...hoe, hoe, hoe kunnen we mensen nog meer naar uh, digital-only krijgen? Uh, um... Ja, nou ja, de, de grote vraag is natuurlijk... ...kijk, het, waar ik eigenlijk naartoe wou in het begin ook al... Ja. Um, ...er is een groot probleem voor Xbox... ...en dat is namelijk dat het een onderdeel is van Microsoft. Uh -huh. Het heeft voordelen, namelijk dat je toegang hebt... ...tot ongekend diepe zakken, weet je. Ik bedoel, alles kan gefinancierd worden... ...als je maar genoeg ambitie hebt. Dat zien we nu ook. Um, ze, ze kunnen de hele gamesindustrie kopen. Het gevaar is als je niet voldoet aan een krankzinnig hoge verwachting, ja. dan hop is het weg. Als Nintendo van Microsoft was geweest, dan was het al lang en breed verkocht geweest dat had ook over hebben, ja. en ja. Uh, had het nooit de kans gehad om een Switch te ontwikkelen, want bij de Wii, uh, bij de Wii U was het waarschijnlijk al gekild. Ja. En dat, dat is gewoon een groot gevaar. Zeker. Ja. En ik weet ook intern van Microsoft dat. Uh, Weet je, toen, toen Xbox begon mm -hmm. ooit... Toen waren de mensen die voor Xbox werkten, die vo voelden zich helemaal geen Microsoft werknemers. Nee. Ze hadden, dat was nog in de tijd van had je nog visitekaartjes en dan stond er uh, 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 Xbox op en heel klein Microsoft en dat baalden ze van. Ze wilden maar geen Microsoft op hun kaartje nee. hebben. Met andere woorden, het ondernemerschap is lastig onder de vleugels van een groot, uh, van een grote groot, uh, bedrijf als Microsoft. Dat is gewoon niet een ideale situatie. Nee. Wat je liever zou willen en uh, ik denk dat het vroeg of later gaat gebeuren dat Microsoft de stekker uit Xbox gaat trekken. Uh, dat gaat gewoon een keer gebeuren. Um, maar wat ik hoop, wat er gaat. Ik hoop. Kijk. Als het voor Microsoft niet werkt, gaat het voor Amazon ook niet werken mm -hmm. en waarschijnlijk voor, uh, weet ik veel, voor Google ook niet. Dus ik zie niet dat uh, Xbox zomaar uh, verkocht wordt, want wie moet dat kopen? Ik bedoel, ja. er zitten zit gigantisch, het is ontzettend duur, weet je? Ik kijk, alleen de 64 miljard voor uh, um, voor bete of voor uh, Activision Blizzard, weet je? Ja. Nou, dat zit allemaal in Xbox zometeen. Dus dat um, dat ga je niet zomaar verkopen. Ik hoop dat het zelfstandig gemaakt wordt, zodat het zelfstandig kan opereren ja. als een eigen bedrijf. En dan heb heb je kans dat het, uh, dat het kan slagen, dat het werkt. Mm -hmm. En nu, want wat je namelijk nu hebt, is dan, dan heb je een plan. En het probleem met een businessplan is eigenlijk dat zodra je begint te ondernemen, dan kan je het businessplan weggooien. Want de realiteit is altijd anders dan ja, je van tevoren ja. hebt bedacht achter je laptop met je spreadsheet. Dus dat um, je moet flexibel kunnen zijn om in te spelen op de... Ja, op de ontwikkelingen. Ja. En dan um, nou moet ik wel zeggen, Microsoft heeft het goed gedaan. Phil Spencer heeft het goed gedaan. Weet je. Hij, heeft, hij heeft Game Pass bedacht en dat goed uitgerold. Het is allemaal goed gegaan. Um, maar je, je blijft het probleem houden dat als iets zo meteen niet helemaal blijkt te werken, dan is het binnen Microsoft moeilijk ja. om, weet je, het is gewoon een, een, sla, een, nee. een, 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 een cruise ship. Dat moet je eventjes, daar kan je niet zomaar even een andere koers op gooien. Weet je. De, ver, de verwachtingen voor Microsoft zijn vele malen hoger dan voor een game publisher. Omdat, ja. weet je, en, en dat is denk ik ook het ongemak van een Phil Spencer. Hij, hij zit in twee werelden. Hij zit, aan de ene kant zit hij in dat redelijk relaxed en laid-back gaming wereldje, waar ja. iedereen buddy body is. En, uh, en, en aan de andere kant moet hij ook communiceren met die spreadsheet uh, pakken uh, mensen die totaal anders weer denken. En ja, hij moet daar steeds de juiste communicatie... Die twee werelden passen niet goed bij elkaar. En hij moet ertussen zitten om het wel met elkaar te laten werken. En mm -hmm. je, we gaan straks ook zien aan het eind... Dat Microsoft best wel hoge verwachtingen heeft waar het naar toe moet. En dat moet hij gewoon gaan halen. In ieder geval, wat ik ook interessant vond... Uh, en dit is, dit is wel een klein beetje pijnlijk. Uh, eigenlijk gewoon het, het, het spoorboekje... Het, uh, het Gamey-spoorboekje uh, is ook dan naar buiten gekomen. Dat vind ik wel leuk, omdat Phil Spencer dan één of twee weken geleden nog in interview zei: van. Oh, Elder Scrolls says, Ja, ik weet het nog niet. Weet je wel, we gaan van titel voor titel gaan we bekijken of het wel of niet. Nou ja, gaat hier kun je al zien dat het allemaal uh, wel zo gaat gebeuren. Um, nogmaals, dit zijn allemaal plannen van, 20, van 2020, 2022. Dus alles is ook een beetje achterhaald al. Hè? Dus dingen zijn niet uitgekomen. Maar je ziet hier al: Oblivion Remaster. Uh, Indiana Jones game die is uitgesteld. Doom Year Zero DLC Project Kestrel Project Platinum. De uh, Elder Scrolls 6 in Financial Year 2022 gaat die absoluut niet gebeuren. Uh, Project Kestrel Licensed IP game Fallout Remaster. Vind ik wel interessant. Ghostwire Tokyo Sequel Dishonored 3. Ook grappig ja, dat dat dan ja, toch nog ja. weer gaat komen. Uh, Doe. Nou, in ieder van je ziet hier dat ze allerlei. Sorry, maar dit is een hele magere line Ehm. Ja, nou ja, goed. Ik, ik weet niet de... wat Project Kestrel en Project Platinum zijn. Nou, hier we... zie je trouwens nog wel meer, hoor. Die heb je ook nog. Deze, deze is wat meer. Hier zie je wat meer titels al erbij staan. Uh, kijk, hier zit dus niet in hier alles van vijf, Blizzard. In 2021 staat Starfield al. Hè? Ja, nee, maar dit is. De zet, dat, dit, en dat geeft Phil Spencer ook aan in een, in, een, in een mail. Die heb ik er dan niet bij. Want er was te veel van um, wat er in 2020. Tot 2022 is gebeurd namelijk uh, Halo mislukt. Uh, games die we niet af hadden. Redfall, wat een drama is, was echt een hele dikke dikke streep door de rekening van alle plannen die we hadden. Het heeft een enorme ja, mountain gemaakt om tegen op te klimmen. Uh, we hadden al, het, het had al smooth sailing moeten zijn. En het is het totaal niet. We zijn eigenlijk pas begonnen nu met, met Starfield. En daar valt We weten het ook nog genoeg op aan te merken. Uh, maar goed, nou ja, in ieder geval alle PlayStation fans die hoopten dat uh, misschien uh, uh, PlayStation uh, toch nog Elder Scrolls uh, zouden krijgen. Nou, die kunnen dat inderdaad uh, gaan vergeten. Uh, deze, ja, dit is ook weer interessant. Dit, dit zijn gewoon hele leuke. Uh, even kijken, hele leuke inkijkjes. Uh, wat kost het om uh, games naar de Game Pass te krijgen? Uh, dus een game van een third-party publisher die. Zijn game op launch, op dag 1, op jouw op Game Pass. Het. En dit is ook weer 2020, 2020 materiaal. Dus mensen moesten een beetje inschatten wat het dan waard zou zijn. Nou, Star Wars Jedi Survivor: 300 miljoen dollar. Om het naar Game Pass te kijken? Op dag 1. Jezus. 300 miljoen. Um, Jezus, Red Dead. De ja, Red Dead 2: uh, 5 miljoen per maand. Zo. Uh, Suicide Squad: wat een enorme flop was, maar dat werd toen heel hoog ingeschat 250 miljoen. nogmaals dit is allemaal intern. Uh, Amy volgens mij die Amy Boone die dan praat ja, en dan dat ja, ingezet. Mortal Kombat 1, 250 miljoen. dat was een inschatting hè. Uh, Creature Rift. Maar, sorry, wacht, Dit zijn inschattingen of dit zijn Vanuit Microsoft. Microsoft intern van, oké, okay, dit gaat het ongeveer kosten om om zoiets uh, ons kan op te krijgen. Maar dus dan zie je ook, maar ongelooflijk die cut games. Ja. Uh, Assassin's Creed uh, Mirage, uh, Mirage. Of Mirage, ik noem het altijd Mirage. Maar goed, 100 miljoen. Uh, Dying Light 2, 50 miljoen. Gotham Knights, 30 miljoen. Uh, GTA V is ook dan bijvoorbeeld 5 miljoen per maand. Um, wat ook wel grappig is, is dat. Uh, dan zie je ook weer, dan zijn ze aan het inschatten. Dus al die titels zijn ze dan blijkbaar aan het bekijken. Baldur's Gate 3. Mega succes op dit moment. Uh, dat omschrijven ze in dat document als een second run Stadia PC-RPG. Uh, voor 5 miljoen moeten we dat kunnen, kunnen krijgen. <laughs> nou, dat is, dat is heel leuk. En overigens heeft daar dan uh, de developer van, uh, van Laryn Studios, heeft gezegd: Dat dacht iedereen. Dus we kunnen Microsoft wel nu zeggen van jullie zijn gek. Maar PlayStation, iedereen dacht van dat gaat helemaal niks worden. Is het uiteindelijk wel gewoon. Maar dat zijn, ja, dat, dat is dus een achterkamertje met ja. mensen erin die het allemaal gaan zitten uitrekenen. En wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? Maar dit zijn. Dus de prijzen. Maar dit is niet dat ze dat daadwerkelijk betaald hebben. Uiteindelijk. Nee, 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 ze hebben niks betaald. Dit is, dit, uiteindelijk hebben ze dat gewoon niet gedaan. Het is gewoon te duur. Uh, ja. uh, het, is, het is onbetaalbaar. Ja, dat, is ook, ja. uh, dat heeft er ook mee te maken. Ik bedoel, het, de, de traction van Game Pass is met name door het, door het, 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 het mislukken van Halo, het ontbreken van games, is dat is dat feitelijk niet meer omhoog gegaan. Ja, dan, dan, dan heeft... Zo. denk ik, gewoon de financieel directeur gezegd... sorry, maar dit... Uh, of ze hebben gedacht... weet je wat, laten we het groot aanpakken... we nemen Activision Blizzard erbij, weet je en Bethesda, dus... Dat daar het geld naartoe schat, Ja, wie weet van als dit die bedragen zijn... ja, dan kunnen we net zo goed... de hele toko al meteen ja. kopen... want dit gaat ons te veel geld kosten. Ja. Uh, nou, goed, dan was het verhaal... Uh, en dit is 2020... Uh, dat Phil Spencer geeft dan ook aan in de mail... Uh, Acquiring Nintendo would be a good move... for both companies... Oftewel, ze hebben er ook over zitten danken. En ze hebben echt... Elke studio is langsgekomen. Van de Bungies tot en met Ubisoft, EA. Ze hebben overal naar gekeken. Wat kost het om het te kopen? En make it sense. En Nintendo is een van die partijen. En wat denken ze dat ze hadden moeten betalen voor Nintendo? Oeh, ik weet niet of ze daar geld voor hebben. Uh, dat ze dat hebben gedaan. Or, uh, hier, hier, Valve, Warner Brothers, uh, Max. Ik bedoel, Valve komt vaak terug. Ze zien ze toch wel als de ideale partij om iets mee te doen. is ook heel dicht bij make huis. Make sense, ja. ja. Ja, vind ik ook. Ja. Absoluut. Ehm... Um, yeah, here described by spencer as a prime asset for microsoft, nintendo. he wrote that if any u.s. company would have a chance with nintendo, we are probably in the best position at some point getting nintendo would be a career moment and i honestly believe a good move for both companies. so absolutely not good for both companies. spencer if, acknowledged an, an acquisition would be difficult as nintendo is sitting on a big pile of cash and it would take a long time for nintendo to see that their future exists off of Of, of their own hardware. Oftewel dat ja, het is hartstikke leuk die switch en zo, uh, maar het is beter als zij games gaan maken. En daar hebben we het vaker ook gehad hè, in ja. de tijd van ik, de. Ik, Wii U ik heb en... ook wel eens gezegd dat dat. Ja. Kijk, het ligt gewoon in de lijn der verwachting dat dit waar is. Ja. Nintendo is gelukkig zo eigenwijs dat ze uh, zoiets hebben van nee, jullie zijn allemaal niet goed. We hebben een andere. <laughs> en dat vind ik tof. Weet je, dat vind ik tof aan ondernemerschap. Ik vind het ook tof aan, aan, aan Japanners dat ze ja. van eigenwijze mensen en uh, Nintendo zou absoluut niet passen binnen een bedrijf als Microsoft. Ik denk ook nog dat het hele uh, Japan versus Amerika de trots... Uh, de, 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 het moet, er moet echt ja, heel ja. veel gebeuren voordat een Japans bedrijf zegt, oké, okay, we geven onze ziel en zaligheid aan een Amerikaan. Nou, dat weet ik niet. Dat, nee? dat, zou, dat zou op zich zou dat ja? wel kunnen, maar uh, ik heb meer zoiets van, stel je voor dat je een uh, Mario game speelt op een Xbox. Mm -hmm. Dat klopt gewoon niet. Weet je? Dat, daar, daar, nee. het, het is alsof je met je McLaren's supercar over de Amsterdamse grachten gaat rijden, weet je? Ik bedoel, ja. het past niet bij elkaar. Het klopt niet, het hoort niet, het werkt niet, het, het is het gaat niet. Weet je, nee. en dat, en dat, uh, um, uh, dat ik weet, bij Nintendo zien ze dat uh -huh. en dat Phil Spencer dat niet ziet, dat komt omdat hij te biased is over Xbox. Hij kan niet meer objectief naar Xbox kijken. Kijk, er zijn heel veel dingen super vet aan de Xbox en er zijn ook een paar grote problemen. En hij kan daar gewoon niet bij. En dat is een probleem. Dat vind ik echt een probleem. Ja. Want iedereen kan inzien dat een Mario game. of een. Uh, weet ik veel, uh, Animal Crossing niet thuis nou, hoort op een Xbox. Nou ja, kijk. Wat ik wel heb. na het lezen van al die documenten. en we hebben het hier vaak over gehad. Je moet. En je, je, hebt, je, je kan dit op twee manieren bekijken. En, en ik denk dat je dat ook moet doen. Al in ieder geval bij Game Kings. Aan de ene kant moet je het zakelijk bekijken. Mm -hmm. Maakt dit sens? Ja, als, als Microsoft Nintendo zou kopen of Activision. En het maakt zin... Laat ik het zo zeggen, vanuit hun perspectief... Ze kunnen die games niet zelf maken. Ze moeten veel content hebben om Game Pass een succes te maken. Dan heb je goede content nodig. Maakt Nintendo goede content? Fucking hell yeah, die maken goede content. Logisch dan, als je het geld hebt dat je daarin investeert. Aan de andere kant heb je het persoonlijke vlak, weet je wel. En dan is het... Zie ik nu toch wel... Van, ze zijn wel hyper-agressief gaan ze erin, weet je wel. En, mm. en, en, en mensen zeggen allemaal van... Ja, maar PlayStation doet dat niet. Nou, dat, dat, daar ben ik het ook niet mee eens. Als PlayStation, want PlayStation is groot geworden. Dat heeft Sean uh, uh, leden laatst ook gezegd. Wij zijn, wij, wij zijn, wij zijn groot geworden omdat we zagen van... Wij kunnen het niet op eigen kracht doen. Nintendo yeah. is veel te goed daarvoor en zeggen ook. We gaan die third-party publishers, die moeten we aan ons kant krijgen. En dat, dat, dat hebben ze ook met geld gedaan, maar met andere bedragen. Het is een beetje alsof PSV-spelers koopt... En Manchester city spelers. Het gaat om andere bedragen, andere type spelers. Uh, PlayStation had dit misschien ook wel gedaan als ze dat geld hadden. Het is wel een manier die ik niet zo chic vind, gewoon van alles maar kopen, weet je. Wel? Van, nee, het is... maar omdat het het werkt maar tot op zekere hoogte. Ja. Weet je, je ziet het dan Xbox zelf. Die doet het ook niet al te best binnen Microsoft. Wat denk je dat Nintendo zou doen binnen Microsoft? Dat weet ja. Ik bedoel, en wat gebeurt er vervolgens? Uh, het wordt gewoon uh, uh, afgestoten weer, of ze doen het weg. Nou, die, en, exact, ja. Een heel goed voorbeeld. Dat is Rare. Weet je? Ja. Microsoft heeft Rare gekocht voor 100 miljoen. Dat was in de tijd een ondenkbaar grote overname. En wat gebeurt er volgens? Ten eerste, direct vertrekt de helft van het personeel. Daarmee was Rare al ten dode opgeschreven, want die wilde helemaal niet van Microsoft werken. Nou, dat zou voor Nintendo exact hetzelfde gebeuren. Um, en vervolgens, komt er dan een game uit die niet werkt. Vervolgens kregen we nog die hele Project Milo bullshit. Um, het was gewoon. Het, het is gewoon een grap geworden. Het is nog. Ik bedoel, rare is dood. Dat was ooit een legendarische uh, uh, game developer. En ja. het is nu gewoon, het is gewoon dood. Nee, absoluut. Um, wij, wij gaan trouwens door met praten. Uh, het één camera uh, lijkt uitgevallen, maar dan kun je het in ieder geval gewoon blijven horen- het gesprek. Um, nou ja, ja, Rare is nu ook een beetje verworden tot, uh, ja, wat laten we doen? Ze moeten wat voor de Xbox Kijk, ze hebben natuurlijk wel met Sea of Thieves hebben ze weer een fantastische game gemaakt. Maar ik geef je wel gelijk, de, de creativiteit staat op een ander, een ander iets dan uh, een andere positie dan bij Nintendo. En, en Microsoft is wel, het, weet je, we zien wel heel veel spreadsheet hier, spreadsheet daar. En als je dit doet, dan, dan gaat het daar een beetje omhoog. En, en ik denken van, ja, Nintendo is ook een gevoelsbedrijf. Het is games maken en daarmee... Ja. Het had niet gekund. Maar goed, dan gaat het erom. Oké, okay, grootste plannen dus blijkbaar. Agressieve plannen. Ze wilden de hele wereld kopen. Ze hebben overal nagekeken. Maar, uh, wat is de doelstelling? En dat weten we nu ook een beetje. Um, daar gaan we naar dit plaatje kijken. The path to leadership in gaming. Jongens, dit, ik vind dit vrij griezelig. Ik bedoel ik ja, nou, misschien is een beetje opgezwollen Amerikaanse uh, termen. Um, ze willen gewoon marktleider worden, keihard marktleider en dat betekent als je hier zie je 2023, hier beginnen we, hier zitten we nu. Nou, daar hadden ze dus blijkbaar want dit gaat om zaken vanuit 2022, 2020 2022 2020 2022. 2022, 2022, 2022. De forecast was dus rond de 40 miljoen. Ik weet niet of ze daar nu zitten. Uh, blauw is cloud first. Dat zijn dus gamers die alleen gebruik maken van cloud en de Game Pass. De PC en de Game Pass. En het grootste deel zit op de console. En dan zie je dus dat ze dus in 2027 uh, al rond de 80 miljoen moeten zitten. En in 2030 moeten ze naar nou, boven de 100 miljoen gebruikers zitten. Maar dit gaat niet per se om. Xbox Games. Dit is allemaal Game Pass. Dit gaat om, ja, Game, Pass. Gaat om Game Pass. Ja, dit is waar we subscribers, dus de Xbox Game Pass. Ze moeten 100 miljoen halen in uh, uh, 30 en volgens mij in 20. In, in, want dit jaar hier gaat veel nou, Spencer over. Wel hebben. heb een boven ik 110 miljoen zit. Precies. Op. Um, wat Phil Spencer hierover zegt. Maar wacht, mag uh, ik ja? heel even terug naar het plaatje? Ja. Kijk, wat, wat, wat hier staat natuurlijk, is dat uh, cloud first gamers zijn er 110 miljoen Maar je hebt ook nog, uh, wat is het? Uh, doe dat plaatje nog schroot? Want ik kan het niet nee, Het is gewoon alles bij elkaar opgeteld. Nee, 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 dat is het niet. Dus, het is, uh, dus er zijn PC first gamers, zijn er, pakken bij 80 miljoen. Uh, en van Xbox uh, Console First gamers zijn er, uh, wat is het, pak een beetje iets minder dan 60. Je moet op dus deze is, lijn toch trekken? Nou nee, het is 60 plus 80 plus 110. Dus je zit dan op 200 nog wat miljoen uh, uh, gamers die ze hebben. Voor uh, Game Pass, op mm. dit ogenblik zitten ze op, wat is het, 35 miljoen voor ja. Game Pass. Dat nou ja, nou ik goed. overigens niet helemaal terug zie in hun, in hun lijstje ook hoor. Nee, nou goed, in ieder geval zeggen ze... Uh, uh, of denk je dat dat niet zo werkt? Ja, ik, mijn gevoel zegt dat je dit bij elkaar moet optellen. Dus dat, dat, dat je naar 100 Want In ieder geval, Spencer set uh, in No Uncertain. Terms that Microsoft could exit the game business if this projection become reality. Microsoft needs the light green and blue segments, PC and cloud, to get much larger and much faster by fiscal year 2027. Or it could opt out of the business altogether. And then he "I do not believe that this is why the future uh, Xbox business would look like." This is a presentation from our device organization to the gaming leadership team. So this is the view from the team that is charted with building our hardware on what the future business would look like. I can fairly fairly safely say that if we do not make more progress than this off, off console, dus zeg maar buiten deze groene jongens ja. we would exit the game business. Oké, okay, je hebt gelijk, De, deze cijfers zijn bij elkaar opgeteld. Ja, het um, is fascinerend dat je dus een bedrijf hebt wat zo groot is. Wat eigenlijk een oorlog aan het voeren is tegen zijn eigen product. Want dat ja. is wat je hier krijgt. En je voelt het als je naar Xbox kijkt. Je voelt dat die Xbox consoles. dat daar niet de naam. dat is niet het het vlaggenschip, dat is niet het paradepaard dat wordt niet gepresenteerd alsof het het, het het allerbeste van het allerbeste is wat PlayStation wel doet wat Nintendo ook doet mm -hmm. en je voelt het en ik nou denk ja, dat het gewoon veel heeft namelijk een aantal keer al gezegd uh, hij denkt dat de rek er qua consoles uit is gewoon dit is gewoon wat maar we het is een bruik. vergissing het ja. is gewoon echt een vergissing ja, ja, nee. Game Pass zonder Xbox is dood ja. en dat dat, dat muntje, dat als uh, en wat veel daar dus zegt, als dat inderdaad waar is, dat ziet er dan zo uit: als uh, Game Pass zonder Xbox dood zou zijn, uh, of zo afhankelijk is van Xbox dat dat marktaandeel van die consoles niet naar beneden gaat, dan uh, heeft het Xbox geen toekomst binnen Microsoft. Maar en is dat die... is, maar dat is echt serieus, dat is de reden waarom Xbox weg moet bij Microsoft. Maar is dit, Want, is, is, dit is ziek. Is, dit is Phil echt ziek. Spencer dus gewoon eigenlijk heel realistisch dat hij Ziet dat hier een probleem gaat komen omdat hij, hij, bij... hij, bl hij blijkbaar realiseert zich: oké, okay, weet je, we moeten dus die targets moeten omhoog. We moeten naar die 100 miljoen toe. Met de console gaan we dat niet halen, want daar, daar is de rek dat gaat nu maar heel langzaam. Wat nieuw bijkomt, dat is PC en dan een beetje cloud, maar niet in, maar hij denkt duidelijk van, maar niet in die mate dat we dat gaan halen. Ja. en dan kan het zo wel eens zijn in 2027, heeft hij dan toevallig over als jaartal. Uh, dat ze uit die business gaan. En dat is inderdaad dat spanningsveld. Dat uh, hij zit erin vol met passie. Met plannen en games. En, en Doom en Dishonored 3. Dat kan Satya Nadella helemaal niet schelen. Die wil gewoon. Oké, okay, jongens. Uh, ik ga er zoveel in stoppen. 2027, 100 miljoen. Uh, niet. Ja, dan, dan, dan stoppen we ermee. Ja. Dat is. Bloedje gevaarlijk. Dat, nou, absoluut. En uh, ook dat zij bijvoorbeeld, dat vind ik heel bizar: dat ze dan zo uh, als PC-gamen daadwerkelijk zo belangrijk is. Mm -hmm. Wat doen zij dan voor PC-gamen? Waarom kopen ze dan niet? Inderdaad, Valve, weet je? Nou, je ja, ja. Je hebt de Xbox, heb je dan op PC? Dat is al raar. Dat is een rare communicatie. Raar. Uh -huh. Waarom is uh, als je op Windows zit, waarom is heb je dan een Xbox-app om erop te gamen? Het is gewoon raar. Het klopt niet. Het klopt niet. Het klopt niet. En dat is dat is het vervelende met Xbox. Het klopt niet. Xbox heeft niks te zoeken bij Microsoft. Dat klopt. Die, nou, hele nah, situatie ja. klopt niet. Nee. En je voelt het, je ziet het. Je ziet het aan dit soort uitspraken. Veel weet het ook. En als veel slim is, ja. dan realiseert hij zich dat hij nog uh, vier, vijf jaar de tijd heeft... om een uh, manier te vinden om Xbox mee te nemen. Uh, ja. Weg bij uh, Microsoft. En hoe dat precies moet, ik weet het niet. Maar het moet wel. Nee, dat, dat, dat is duidelijk. Um... Eindigen we een beetje natuurlijk met uh, de reactie van uh, Phil Spencer. Uh, uh, hij was op de Tokyo Game Show. Daar moest hij een uh, praatje houden toen hij dit. Nee, het schijnt dus dat dat lek gebeurt terwijl hij in het vliegtuig zat. Dus hij landde en toen één keer, bam, ontplofte waarschijnlijk toen hij zijn telefoon had. Ja. Kwam het al binnen, alhoewel ik denk dat hij gewoon zijn telefoon aan heeft in het vliegtuig. Kijk, oh, um, um, nou, hij zegt voornamelijk benadrukt hij jongens, dit zijn plannen 2020, 2022. 20, 20, dat is allemaal al veranderd. We hebben zoveel toffe dingen, bla die bla die bla. Ik snap het ook wel. Dat zegt hij ook allemaal op, uh, op, op Twitter. Uh, uh, en, en terecht ook uh, dat hij zegt: van, het is wel heel kut voor al die teams die bezig zijn. Dat dit allemaal zomaar naar buiten komt. Hij doet damage control. Dus hij is het een beetje aan het downplayen. Wat wel zo is, is dat mensen nu weten: de industrie en ook de publishers, die weten van oké, okay, dit zijn hun targets. Weet je wel, hier moeten ze naartoe en daar zitten ze nog niet. Dus als ze bij mij aankloppen, ja. uh, dan kan ik wat hoger in de boom gaan zitten, want die gasten zijn fucking desperate. Dus wat nou? 200 miljoen, 300 ja. miljoen voor mijn game, weet je. Dus Precies, ja. uh, dit is wel fucking lastig. Um, en ik. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Als ze die targets niet halen. Hè, en wat ik al zeg, ze zullen nu zien: Starfield, grote game. Forza komt eraan. De, dit jaar moeten de grote games aankomen. Wat gaat, het, wat gaat de groei zijn van Game Pass? Gaat dat inderdaad nu significant naar 40, 45, 5? Zit daar echt tractie in? Of kabbelt een beetje zo? Gaat het een beetje boven, een beetje omlaag. Als dat laatste namelijk het geval is, dan ben ik benieuwd. Komt er dan nog een soort van, wat je vaak ook wel ziet: sportanalogie... Uh, paniek aankopen, wordt er toch nog eventjes nee. ergens valf bij gekocht? Nee, nee, nee dus er kan nog geen paniek aankopen. Wat, wat je gaat krijgen is dat mensen nu niet meer een Xbox Series X gaan kopen omdat die uh, Project Brooklyn uh, soort van is aangekomen nog eens een keer, ja. Weet ja ik uh. wel. Dus dat gaat vallen. We zien nu 35 of 37 miljoen, ik weet niet precies uh, Xbox uh, Game Pass gebruikers of Game Pass gebruikers. Nou, ik denk dat we afgelopen maand dat een klein beetje hebben. Waarschijnlijk zijn er 5 miljoen bijgekomen vanwege Starfield. Mm -hmm. uh, en dat uh, dat appt straks weer weg, weet je. Ik bedoel, mensen zijn overtuigd van ja. met Starfield. En dan uh, dan stoppen ze weer met het spelen. Dat ga je krijgen. En, en ik denk eerlijk gezegd dat het. Um, ja, dat het. Ik weet het niet, man. Ze hebben de wind niet in de zeilen. Nou ja, het ding is dus gewoon. Uh, zonder Microsoft waren ze niet waar ze nu zijn. Want dat geld hadden ze nooit. Ja, dan hadden ze een investeringsronde als het ware moeten ja. gaan uit. Dus, maar Microsoft is tegelijkertijd ook het zwaard van Damocles, wat gigantisch boven ze staat te zwaaien. Het komt steeds ietsje dichterbij. Ja. En ik uh, benijd meneer Spencer niet. Het lijkt me fucking stressvol. Um, ja, hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Um, en als, los, als een losse entiteit, als je het echt als losse entiteit bekijkt, met een profit van 1,5 miljard of 2 miljard uh, waar ze dit jaar naartoe gaan, ja, dan, is het, dan is het prima doable. Maar je kunt het, niet, het een niet loszien van het ander. Dit is best wel tricky allemaal. Ja. PlayStation heeft dus ook blijkbaar zijn problemen. En Nintendo is op dit moment gewoon de lachende derde. Uh, maar ja, goed, die staan nu weer aan. Wat ga ik doen met mijn Switch? Moet ik mijn Switch 2 komen? Het zijn allemaal dingen, dus het blijft interessant. Uh, volgende week weer gewoon een nieuwe Piepshow. Ja.